De organisatie van de kerstloop in Dronten wil dit jaar 2500 euro inzamelen voor het goede doel. De deelnemers van de hardloopwedstrijd kunnen bij hun inschrijving geld doneren voor de stichting Spieren voor Spieren. Oud-hockeyster Minke Boy is tegenwoordig directeur van Stichting Spieren voor Spieren. En ze kunnen het geld goed gebruiken bij de stichting, zegt ze. Nou, het was vanaf 2017 dat atletiekvereniging Flevo Delta ons benadert om de kerstloop voor ons te organiseren. Ze doen dat al een aantal jaren voor een goed doel. En een paar jaar geleden hebben ze dus voor gekozen om voor spieren te kiezen. Voor ja, kinderen die moeite hebben met bewegen en om die ja, weer in beweging te krijgen. Dus ja, wij zijn er heel erg blij mee. En we zijn altijd heel dankbaar als mensen die hun gezonde spieren in willen zetten voor kinderen met zieke spieren. Ja. Het is een groot evenement in Dronten. Maar wat betekent dat voor jullie? Levert het echt iets op? Altijd, natuurlijk. Sowieso dat mensen met gezonde spieren zich in willen zetten voor kinderen met zieke spieren vinden wij altijd heel bijzonder. Maar elke bijdrage telt. Wij zijn blij met wat dat betreft alles wat hier binnenkomt. En samen maakt dat weer een heel mooi bedrag. Er worden zo'n 350 acties voor ons georganiseerd in het jaar. Sportieve acties vaak. Dus dat is geweldig. En nogmaals, ja, dat zo'n grote groep. De kerstloop is heel laagdrempelig. Er doen veel verschillende doelgroepen aan mee. Volwassenen, kinderen. Dat die allemaal hun steentje bijdragen. Ja, dat is gewoon geweldig. De kerstloop in Dronten vraagt dus om jullie te steunen. Mensen komen op de site terecht, kunnen ook jullie knop aandrukken, komen ze bij jullie op de site terecht. Maar wat is dat nou precies, dat Spieren voor Spieren? Wat moeten de mensen ervan weten? Spieren voor Spieren is 20 jaar geleden opgericht vanuit de sport. Vanuit die gedachte, mensen met gezonde spieren, sporters met name, zetten zich in voor kinderen met zieke spieren. Er zijn zo'n 20.000 kinderen in Nederland die hebben een spierziekte. En wij zijn er nu vooral mee bezig om alle spierziekten bij kinderen te verslaan. En dat betekent dat we veel geld investeren in ons spieren. Spieren voor Spieren Kindercentrum in Utrecht. Om de kinderen zo snel mogelijk te diagnosticeren, maar ook om ze de beste behandeling te geven en goed te verzorgen. En we financieren ook altijd nog een deel in wetenschappelijk onderzoek in de hoop dat we spierziekte uiteindelijk echt kunnen genezen. En dat er een medicijn komt waardoor al deze kinderen niet langer ziek zijn. Kunt u voorbeelden geven van de ziektes die er zijn? Nou, er zijn 600 verschillende spierziekten, dus het is ontzettend complex. Maar de grotere zijn SMA, Duchenne, FSHD, dat zijn ook wat de bekendere. Maar er zijn er heel erg veel. En dat maakt het ook meteen zo complex. Dat betekent ook dat bijna alle spierziekten aan zich zeldzaam zijn. En dat het kleine patiëntgroepen zijn. En daarom praten wij over spierziekten. Omdat het dan een grotere groep kinderen betreft. Die wel allemaal te maken hebben met spierzwakte. Met een lagere conditie. En met een progressieve ziekte. Dus het wordt altijd erger. Dus het is heel belangrijk dat we dit, dat we snel een oplossing vinden. Dat we deze kinderen gewoon lekker vrij kunnen laten bewegen. En kunnen genieten van het leven. Want het is denk ik wel nodig, hè, om het ook uit te leggen. Want spieren voor spieren, ja, niet iedereen weet dan direct waar het over gaat. Nee, dat klopt. Maar op het moment dat je zegt dat het gaat om sporters of mensen die hun gezonde spieren in willen zetten voor kinderen met zieke spieren. Dat kinderen vrij willen bewegen, lekker willen spelen met hun vriendjes, dan snapt iedereen waar het over gaat. En dat het natuurlijk niet mag zijn dat een kind niet lekker mee kan doen met anderen. Dus dan wordt het weer heel simpel. En het is altijd geweldig om te zien dat zoveel mensen om ons heen ons willen helpen in die strijd om alle spierziekten bij kinderen te verslaan. En dat ze daarmee ook nog hun gezonde spieren in willen zetten door een kerstloop zoals in Dronten om daar aan mee te doen. Dus geweldig dat mensen dat doen. En ik hoop ook dat ze dat natuurlijk blijven doen. Ja, het is belangrijk voor jullie dat het naar buiten komt. Dat mensen weten waar het om gaat. Want ja, heel veel lopers zullen er in eerste instantie denk ik ook niet zelf bij stilstaan. Ze doneren wel, ze lopen daar wel. Maar ja, die mensen kunnen gewoon goed lopen. Dat klopt. En dat is gelukkig ook voor heel veel mensen vanzelfsprekend. Je hoeft ook niet elke dag erbij stil te staan dat er een hele grote groep kinderen is die dat niet kan. Maar als je dat af en toe even doet en je hebt zelf ook nog plezier aan het meedoen aan zo'n wedstrijd, ja, dan is dat ook goed. Want wat dat betreft vinden we het gewoon heel mooi als mensen zelf iets leuks doen waar ze zelf heel veel plezier aan beleven. En ondertussen nog even ook iets goeds doen voor een kind wat, wat iets meer beperkingen heeft in het leven. Ja, dan wint volgens mij iedereen en dan zijn wij allemaal heel erg blij. U bent er nu volop in bezig, hè? Legt het ook goed uit. De mensen in Dronten zullen daar misschien minder mee bezig zijn. Maar wat u dat zelf, toen u zelf actief sporter was, was ook met dit soort dingen bezig? Nou, ik was natuurlijk vooral heel veel met sport bezig. En dat nogmaals, dat vind ik ook voor heel veel mensen is het vanzelfsprekend dat je gewoon bezig bent met wat jou op dat moment bezighoudt. Maar het is wel goed om af en toe even stil te staan bij hoe dankbaar je mag zijn dat je lichaam doet wat het moet doen. Zeker in de tijd dat ik nog Olympische dromen had.
was ik natuurlijk heel erg bewust van het feit dat ik dat nooit had kunnen ambiëren als mijn lichaam niet zo in elkaar zit. En als ik bijvoorbeeld een spierziekte zou hebben. Dus toen kwam ik ook in aanraking met Spieren voor Spieren. Die vroegen mij toen ook om ambassadeur te worden. Ja, dat vond ik heel erg mooi dat je gewoon met iets heel kleins zoiets moois kan teruggeven voor kinderen waarvoor het niet vanzelfsprekend is. Dat ze Olympische dromen hebben of kunnen sporten. En ook elke dag eigenlijk een topprestatie leveren door hele gewone dingen al te kunnen doen. Bijvoorbeeld hun tandenborstel optillen of hun hond aaien. Dus als je dat af en toe ziet, dan relativeert dat ook als sporter. En dat is ook soms heel goed. Ja, dat was Mienke Boy van de stichting Spieren voor Spieren. En straks hoor je meer van haar. En dan hoor je ook Saskia Soete van de Kerstloop. In totaal wil de Kerstloop van Dronten €2500 inzamelen voor de stichting Spieren voor Spieren. Komende zondag wordt het hardloop-evenement gehouden in Dronten. En vooraf kunnen de sporters geld geven voor de stichting. Je hoorde erover net al Mienke Boy, de oude tophockeyster van Spieren voor Spieren. Zij vertelde over de stichting. En nu legt ze uit waar de kinderen met een spierziekte de behandelingen krijgen. Over het algemeen in het Spieren voor Spieren Kindercentrum in Utrecht. Daar hebben we echt een diagnosedag ook ingericht, zodat ze een hele dag daar gezien worden. Allerlei testen worden uitgevoerd. En aan het einde van de dag in ieder geval zicht is op een diagnose en op een behandelplan. Er zijn nog wel een aantal andere medische centra, universitair medische centra, die zich ook bezighouden met spierziekten. Maar wij bundelen vooral alle expertise en alle deskundigheid in Utrecht. Daar wordt ook de behandeling bijvoorbeeld met Spinraza voor kinderen met SMA gegeven. Dat is de eerste behandeling die er is. En dat laat baanbrekende resultaten zien. Wat is dat precies? Ja, dat is een spierziekte. SMA is een spierziekte. En die kinderen worden middels een ruggenprik, krijgen ze een behandeling. Waardoor we nu echt kinderen zien verbeteren en sterker zien worden. Waardoor Guus, een van onze kindambassadeurs van 6 jaar... voor het eerst nu op een driewieler heeft geoefend. Die kon voorheen niet lopen, niet staan, alleen maar kruipen. En die heeft nu op een driewieler geoefend. Dus dat is echt geweldig. En we zien ook kinderen die nu ineens wel hun armen beter kunnen bewegen. Ja, dat is gewoon ontzettend belangrijk. We hebben daar ook een inspanningslab. Dat is weer een trainingscentrum waarin kinderen met een spierziekte bijvoorbeeld in een Alter G, dat is echt een high-tech apparaat, waarin ze ook kunnen hardlopen. Omdat ja, de zwaartekracht een beetje opgeheven wordt, dus een beetje opgetild worden en dan geen weerstand hebben. Ja, en dat is gaaf. En dan zie je ook kinderen die in het dagelijks leven heel moeizaam rennen of helemaal niet kunnen rennen, die dan ineens wel makkelijk kunnen bewegen. En dat is belangrijk voor onderzoek, voor training, voor revalidatie, maar ook om die gegevens om ze op een goed niveau te houden. Want ook als ze weer op een beter niveau zijn, slaat de behandeling weer beter aan. Dus het is, ja, in Utrecht bundelen wij vooral alle krachten om de kinderen zo goed mogelijk te behandelen en te verzorgen. De organisatie van de Kerstloop zamelt nu een paar jaar geld in voor Spieren voor Spieren. Je hoort Saskia Soete van de Kerstloop. Wij vinden Spieren voor Spieren heel erg goed passen bij de Kerstloop en bij het hardlopen. Wij houden zelf heel erg van bewegen en van hardlopen. Wij kunnen dat, alle deelnemers. En wij kijken om eigenlijk naar kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is om te bewegen en om te sporten. En wij voelen met ons lichaam wel onze spieren na zo'n loop. En dat is voor kinderen altijd zo. Die hebben altijd pijn of die kunnen altijd iets niet. En wij vinden het heel belangrijk en we willen graag een bijdrage aan leveren voor de kinderen van wie dat niet vanzelfsprekend is. Ja. Uiteindelijk willen jullie dus €2.500 ophalen voor Spieren voor Spieren. Weten jullie eigenlijk wat ze daarmee gaan doen? Wij hopen dat ze het gaan gebruiken voor onderzoek en begeleiding van de kinderen die daar behoefte aan hebben. En dat er meer kennis komt over spierziekte en wat voor behandeling daar nodig is. Want ja, als ze het niet weten, dan kun je ook niet helpen. Ja. En worden jullie daar een beetje in betrokken? Krijgen jullie daar inzicht in? Wat ze doen? Ja, want wij hebben een goed gesprek gehad met onze kindambassadeur, Jalisa van der Weert. En wij hebben goede contacten met Spieren voor Spieren. En wij hebben natuurlijk de website van Spieren voor Spieren goed bestudeerd. Dus we weten heel goed wat ze daarmee doen. Nu is het natuurlijk de kerstloop en het kriebelt altijd weer een beetje in aanloop naar het. Want het is een groot evenement in Dronten, hè? Absoluut. Elk jaar weer. Ja, elk jaar weer. In de afgelopen jaren is het ook op zondag georganiseerd. Dat zal de komende jaren ook zo blijven. Ja, mensen uit de hele omgeving, uit heel Nederland komen hier naartoe. Want het is een hele mooie, gezellige, snelle loop ook. Want mensen kunnen hier allemaal een PR halen. Dus, ja. Maar de ontwikkeling van snelheid is ook een beetje de breedte ingegaan. Hè? Want er is ook tegenwoordig ook veel jeugdloopjes erbij. Ja. Jullie maken het ook wel breder. Is dat echt de bedoeling om meer mensen te trekken? Zeker, zeker. Ja, dat zeker. Voor de jeugd zijn er ook loopjes. Kidsrun van 1 kilometer, 5 kilometer. En we proberen zo groot mogelijk dat uit te breiden. Ja. Een paar jaar geleden werd er gezegd, we gaan van de zaterdag naar de zondag. Ja. Dat was wel even in het begin wennen. Is die gewenning er nu? Is dat een goede formule om dat op een zondag te doen? Ja, dat is heel goed bevallen. Ja, want daardoor is het veel makkelijker te bereiken voor iedereen. En voor de middenstand komt het ook veel beter uit. Dat ze ook daarin mee kunnen doen.
Dat mensen dus geen andere bezigheden hebben op zaterdag. Dat ze de tijd hebben om het op zondag te doen. Nog één keer. Hoe moeten de mensen of kunnen de mensen meedoen als ze zich in gaan schrijven? Nou, dan gaat u naar onze website van Flevo Delta kunt u gaan. Of naar kerstloop.nl en dan inschrijven. En daarbij doneren voor Spieren voor Spieren. En hoeveel moet u dan geven? Minimaal 1 euro. Want anders heeft u geen lot voor mee te doen aan de loterij. Maar meer is natuurlijk nog beter. Ja, dat zegt Saskia Zoeten van de Kerstloop in Dronten. Als je nog wil voorinschrijven voor het hardloop-evenement, dan moet je snel zijn, maar dan moet je toch wel als je mee wil doen. Vandaag kan je je nog inschrijven. Zondag wordt de Kerstloop dan gehouden met start en finish in het centrum van Dronten.